Welkom weer bij deze aflevering van de Smart Hub Industrie Coördinatoren die we aan jullie voorstellen. Anton Duisterwinkel is bij ons te gast. Anton, wat kun jij voor ondernemers betekenen in jouw regio Zuidwest-Nederland? Ja, dankjewel Dirk. Wij zijn als Smitse, Smart Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Dat is eigenlijk de regio waar we het over hebben. Kunnen we verschillende dingen voor ondernemers betekenen. Wij helpen ondernemers echt bij het zetten van de eerste stappen op digitalisering. Door middel van een gesprek, een scan, een workshop, haalbaarheidsstudies. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. We helpen ook ondernemers die eigenlijk al wat verder zijn en echt willen innoveren en nieuwe dingen willen vernieuwen. En daarvoor werken we onder andere met TNO en het TU Delft samen, maar ook met allerlei field labs waarin technologie wordt ontwikkeld. En we helpen bedrijven ook met internationaliseren. En dat is dan met name die bedrijven die dus echt digitaliseringstechnologie leveren. Dus de bedrijven die 3D-printers leveren of die digital twins maken en dergelijke, of AI toepassen. Om die te helpen ook internationaal actief te worden. Dus ja, dat is een beetje het palet van de dingen die we doen. Ja. Nu is Zuid-Holland, zoals we allemaal weten, de provincie met de meeste high-tech bedrijven van Nederland. De haven Rotterdam is natuurlijk een cruciaal gebied met enorm veel innovatie. Maar wat zou je dan nog kunnen noemen als een interessante sector die internationaal in de high-tech eigenlijk heel actief is, maar die nog wat minder bekend is? Ja, dat is, ik denk dat aan de haven gerelateerd nog eventjes het goed te noemen is om het Ramlab te noemen. De 3D-printen op heel grote schaal. Metaalprinten is dat. Maar er zijn ook een aantal bedrijven en field labs bezig met die 3D-printen van kunststoffen op hele grote schaal. Dus het gaat dus vaak over grote schaal. Dan gaat het niet alleen over maritieme toepassingen, maar ook luchtvaart. Windmolens, bruggen, noem maar op, echt dat soort zaken. Dat is een belangrijke. Daarnaast hebben we op Ypenburg de Smart Connected Factory staan. Wat is echt een modelvoorbeeld wordt voor zo'n smart factory. Is nog helemaal in opbouw natuurlijk, hè, want dat is ook heel veel technologie die nu in ontwikkeling is. Maar daarmee willen we samen met bedrijven heel erg direct ingaan op ja, wat is er nu nodig voor jullie om die beter de data te kunnen beheren in je factory en naar buiten toe met andere partijen te delen. En daar zijn dus ook al internationale bedrijven die daarop afkomen? Op Ramlab zeker. Dus dat is een groot Europees project met verschillende projecten. Verschillende deelnemers uit verschillende landen. Hetzelfde geldt voor een field lab als SAMXL, waar dus ook op grote schaal met robots wordt gewerkt en dergelijke. Voor Smart Connected Factory hebben we al een paar pogingen gedaan om in Europa samen te werken, maar dat is nog niet helemaal op succes. Heeft dat tot succes geleid, maar dat gaan we zeker doen. En TNO speelt daar een hele belangrijke rol in en die zit wel aan een aantal relevante Europese projecten over digital twinning bijvoorbeeld. Als ik dit nu als ondernemer kijk op smartindustrie.nl en ik denk van nou, ik wil wel via Anton naar Duitsland. Grote markt natuurlijk, redelijk dichtbij. Wat zou je dan voor deze ondernemer kunnen betekenen? Onder andere zijn wij op dit moment bezig met webinars. Ja, op dit moment gaat het niet anders hè, natuurlijk. Rondom internationalisering. Hè. Dus welke stappen moet je als bedrijf doen en hoe kun je dat het beste aanpakken? Welke focus kies je erin enzovoort. Dan hebben we echt ervaren mensen die dat al jaren aan de stok hebben, die geven daar webinars over. En wat we hopen binnenkort natuurlijk weer te kunnen doen, is ook beurzen bezoeken, maar ook bij die beurzen, om die beurzen heen, ook een aantal bedrijven, een aantal andere kennisinstellingen en dergelijke. Uiteraard gaan we over messen, maar er zijn natuurlijk meer activiteiten in Duitsland waar dat zeker interessant is. Dank je, Anton. Graag gedaan.